Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag en ik ben al een tijdje wakker, maar ik moest even wat dingen doen. Dus ik ben nu even snel een ontbijtje aan het maken en dan gaan we zo de deur uit. Ik ga met Michelle naar het strand. Ik weet niet of het lekker is. Het is een beetje bewolkt en het is ook echt wat frisser ineens. Maar als de zon dan doorkomt, dan is het wel weer lekker altijd. Nou, een beetje bewolkt is wel wat meer dan een beetje bewolkt eigenlijk. Maar goed, we gaan gewoon kijken. De kinderen kunnen ook lekker op het strand spelen met een emmertje en een schepje. Maar we gaan in ieder geval de deur uit. Dus en dan zien we wel weer wat deze dag brengt vandaag. Ja, ben je een soepje aan het maken? Ja, hè? We liggen weer lekker op het strand. De eerste keer dit jaar met de kindjes. Die waren nog niet geweest. Het is echt heel gek weer. Want het is ontzettend bewolkt aan die kant. Ik weet niet of je het kan zien. Maar hier blauw en heet. Dat is typisch Alanya weer. Dan moet ik het altijd maar. Oeh! Kijk, mag ik hem eens vasthouden? Wauw, een hartje! Ja, een hartje! Hartje, wat heb jij daar? Wat heb jij, vertel eens wat jij hebt verzameld. Ja, ik ga het laten zien. Vertel eens wat jij hebt verzameld. Stenen. Stenen zijn? Heel veel. Heel veel. En het is wel opvallend dat je de groene en de blauwe heel mooi vindt. Hè? En dit is ook nog blauw. Ja, mooi. Mooi schat. Nog eentje blauw. Kijk nou. Nou. Wat is dat? Oh, wat leuk. En kijk eens wat ik hier zie. Mama krijgt ook een cadeautje. Of nee, ja. Ik gok. Wat zeg je snel, schat? Geef je nog eentje. Lieverd, wat zeg je dan als je wat krijgt? Geef je nog eentje. Schatje, hoe heb ik jou opgevoed? Schatje, wat zeg je dan tegen Michelle? Voor de... Ja, en een lekkere? Wat geef je dan aan Michelle, een lekkere? Goed zo. Mama, sinds kan ik. Nou, ik ga eens even kijken wat hierin zit. Want ik gok dat dat voor de... Baby is. Ik denk niet dat mama dit past. Kijk nou even weer wat leuk. Ik ben heel onhandig met één hand. Kan je de open doen? Oh, wat leuk, Michelle. Dankjewel. Mama. Mama. Wacht even. Zo, het is inmiddels 7:55 en de kinderen liggen sinds 7:00 al lekker in bed. Die waren helemaal uitgeteld na een dag als vandaag, want we waren vanaf vanochtend al op het strand. En we zijn 's middags ook nog even wezen zwemmen in het zwembad. Dus ja, dat is gewoon best wel veel.
Maar het voordeel is dat ze nu lekker vroeg in bed liggen en ik al een vroege vrije avond heb. Dus daar ga ik maar van genieten. En morgen dan is de laatste dag dat Michelle er is. Die was er echt maar voor 3 nachtjes. Dus daar hebben we nog even wat tijd mee morgen. En 's avonds vliegen ze dan terug. En Kelsey blijft nog een paar dagen hangen. Dus daar ga ik maar even van genieten. Voor nu ga ik gewoon lekker genieten van mijn vrije avond. Dus dan zien jullie mij morgen weer. Doei!